Heb je ooit al zoiets schattigs gezien? Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag. Gisteren was het feestje met, voor het nieuwjaar, voor de collega's. En alhoewel ik was 10 na 10. In mijn bed zit, wat eigenlijk sliep, was dat eigenlijk veel te laat is voor deze voor het 5 uur avontuur. Ben ik toch nog redelijk wakker geworden. Uiteraard niet zo super uitgeslapen zoals het zou moeten, maar ik voel mij niet moe of niet moer dan de vorige beide dagen. Vanavond ga ik wel zorgen dat ik echt op tijd in mijn bed zit, zodat ik de laatste dag ook nog een keer kan knallen. En ook omdat ik vrijdagavond pas later in mijn bed ga zitten, omdat ik naar een avond ga in Kortrijk voor de langste week. Dus ja, ik zie het wel zitten. Ik voel me wel minder moe dan de eerste keer dat ik het in de zomer deed. Toen dacht ik elke ochtend, wat een mens, hoe uur is dit? Maar nu heb ik zelf dat niet. Misschien wel omdat het al mijn derde 5 uur avontuur is. Ik ging eerst mijn dag zo inrijden dat ik nu meteen naar het werk zou rijden. In de Palingbeek, maar... omdat er vandaag een vergadering is, kan ik niet al te vroeg weg. Dus ga ik eerst hier wat werk verzetten. Gisteren heb ik trouwens het boek Grote Kleine Leugens uitgelezen. En nu wil ik wel graag de serie Big Little Lies zien. Er waren echt ontknopingen in de einde. En... zo veel te veel en veel te vlug naar elkaar. Het is alweer even geleden, maar ik ga gewoon iets van basic make-up aandoen. Ik heb er nu tijd voor en ik heb daar wel zin in. Dus dit is de before. Hey, dit is mijn make-up. Het is wel leuk om nog een keer te doen. Ik heb het Sof X palet gebruikt van Revolution. De Gigi Hadid lipstick van de samenwerking met Maybelline in de kleur GG10. Voor mijn wenkbrauw gebruikte ik het Brow Artist Expert potloodje van L'Oreal. En... mijn wimpers, de Excessive Lash van Make Up For Ever, samen met wimperkruller, wauw. En ik gebruikte als make-up oogschaduwbasis de Liquid Highlighter van Live Revolution, omdat ik dan nog een mooi effect wil geven. Het grappige is, omdat ik nu make-up aan heb, wil ik zo heel graag TikTok-video's en zo maken. Maar er is nog geen licht buiten, dus dat zou super motto uitzien, ook omdat ik geen softbox heb. Dus ja, we gaan dan gewoon weer andere dingen doen. Ik heb net mijn vlog upload, vlog 162. Dus die van gisteren. Ik ga even de trailer kijken van Big Little Lies, want dus het boek die ik gisteren heb uitgelezen is ook omgezet naar een serie. Yeah. Het is nu 7 uur, tijd om deftig te ontbijten. Deze keer niet... Het
deze keer niet mijn havermoutwafels. Want ik heb geen beslag gemaakt en ik heb daar ook geen zin in deze morgen. Dus gewoon mijn yoghurt en cornflakes. Ik heb trouwens ook maar één banaan meer in huis, dus ik kan ook maar één batch meer maken. Het is iets voor 8. Ik ga nog één keer lipstick opdoen en dan ga ik... dan donker. En dan ga ik vertrekken naar het werk. Want ja. Heel veel werk in te halen op het werk. Komt ervan als je vakantie neemt. Dan heb ik mijn ouders speciaal verder moeten zetten omdat heel de stad vol klinkt en die is gewoon helemaal goed. Hey, ik moest blijven in de paling week totdat er een vergadering gedaan was. En die vergadering was vroeger gedaan dan ik verwacht was. Dus daar was ik heel blij mee. Omdat ik dan nog mijn zusje heb kunnen zien op mijn appartement. En ik ben nog op tijd hier aan de Rodeberg geraakt. Ik ben hier namelijk wijn komen halen voor het werk. En het was wel grappig. Ik rijd dus in een Fiatje 500, wat je misschien al ziet. En mijn auto raakte bijna de Rodeberg niet op. Ik zag hem zo, ik reed rond de 450 toen ik de berg ophing. En ik zag hem zo heel de tijd vertragen. Gelukkig... ben ik niet stilgevallen. Hopelijk gaat dat nu ook niet, want ik moet natuurlijk die berg terug doen om naar huis te gaan. Fingers crossed. En ondertussen daar was het springen op de radio, dus uiteraard heb ik luidkeels meegezongen. Het is nu de Q Music Top 1000 of zo, dat is super leuk. Na het werkding op de Rooiberg ben ik nog langs mijn ouders. Langs geweest. Dus dat was leuk. Het is nu iets voor 6 en ik ga straks yoga doen. Maar ik wil eerst nog laten zien wat er vandaag in mijn adventskalender cadeautje zat. Echt super leuk. Deze Eevee Pika of Pika Eevee. Het is een Eevee verkleed als Pikachu. Heb je ooit al zoiets gehad als gezien? Ook meteen een thumbnail van maken. Hoe maak je hier een mooie thumbnail van? Voilà. Deze komt waarschijnlijk van Ali. Cute. We gaan zijn kostuumpje volledig afdoen. Zodat je enkel Eevee overhoudt. Wel jammer dat ze geen ijzerdraadjes in snoren hebben gestoken. Eevee is echt een van mijn favoriete Pokémons. Niet alleen omdat hij bergcute is en dat ik dit zo graag als huisdier zou willen. Maar ook omdat hij kan evolueren in mega veel verschillende Pokémons. Hey, ik ga me even omkleden en dan ga ik beginnen met mijn yoga practice of the day. Vandaag is het dag 3 daarvan. Van de 30 Days Yoga Challenge. Hier heb ik mijn broek gelaten. Een topje, voilà. Dit ga ik aantrekken en dan gaan we beginnen. Hi! Ik heb yoga gedaan. Dag 3 van de 30 Day Yoga Challenge. En ik doe de True 30 Day Yoga Journey van Yoga with Adrian. Altijd als mijn gsm te dicht bij mijn klok komt. Vreselijk irritant dat. Maar goed, daarna heb ik gegeten. Carnival Row gekeken in 1 aflevering. Want die afleveringen duren een uur. En ik moest uiteraard op tijd terug gaan slapen. Want morgen is de laatste dag van het 5 uur avontuur. En dat gaat echt veel makkelijker dan de vorige keren.
Ik ging direct werken na de livestream, want het is morgen om 7:30 een livestream. Maar het gaat een klein beetje later zijn, want ik mag maar om 7 uur beginnen. Maar dat is oké. Want ik denk dat de livestream een uur gaat duren. Dus ja, als ik om 6:45 vertrek, top. En dan ben ik normaal klaar tegen rond de middag. Dan kom ik naar mijn zusje. En dan weer samen wat dingen doen. Zoals Switch spelen. Yes. Nu ga ik een boekje lezen. De Bucket List Reizen boek van Marloes de Hoge, want ja, mijn boek Big Little Lies of Grote Kleine Leugens is uit. En daar ga ik slapen, dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder en dan zie ik jullie morgen weer. Morgen ga ik trouwens ook naar de Creative Talks in Kortrijk. Dus als je dat wil zien, vergeet niet naar de Vlogmas vlog van morgen te kijken. En als je die niet wil missen, abonneer je hieronder. Doodles!